Iedereen vergeet wel eens wat. Maar wanneer moet u zich zorgen gaan maken? Vergeetachtigheid kan overgaan in dementie. En dementie is een beeld waarbij je de last van hebt. Waarbij je ook de omgeving of de persoon zelf merkt van er is wat aan de hand. Vergeetachtigheid hebben we allemaal. Dat we even vergeten zijn een bepaalde naam of wat zouden we ook weer halen uit de keuken. De huisarts en praktijkverpleegkundigen werken nauw samen op het gebied van dementie. Als u zich afvraagt of er sprake is van gewone vergetenachtigheid of van dementie, kunt u hen raadplegen. Nee. In principe ben ik er vooral dus om de diagnose helder te krijgen. Ik doe een zogenaamd EasyCare-instrument wat ik afneem met een groot vraaggesprek wat ik met de patiënt doe. En daarnaast dus de geheugentest. De geheugentest die ik met haar had afgenomen. Kan de patiënt zelf iets doen? Gezond eten en drinken, veel bewegen, sociaal actief blijven. De precieze oorzaak van het verouderingsproces en de eiwitklontering in de hersenen, zoals bij de ziekte van Alzheimer, dat is nog niet opgelost. Als dat zo zou zijn, dan zou de behandeling ook dichtbij zijn. Maar als algemene preventieve maatregelen zijn dat wel de bekende dingen die mensen zelf kunnen doen. Bij twijfel, als we de diagnose zelf als huisarts niet goed kunnen stellen, of als mensen relatief jong zijn, dan gaan we graag op het geheugencentrum terugvallen, waarbij dan al of niet met aanvullende beeldonderzoek in kaart wordt gebracht wat er aan de hand kan zijn. Mevrouw van Velzen. Goedemiddag, Danielle van Dort. Hallo, gaan we hier naar binnen. Ik zou u zo meteen willen vragen om de cijfers in volgorde met een rechte lijn met elkaar te verbinden. Dus mevrouw van Velzen krijgt een neuropsychologisch onderzoek. En zij heeft zich gemeld vooral met geheugenproblemen. Maar we kijken eigenlijk altijd in bredere zin naar het functioneren van de hersenen. Omdat geheugenproblemen kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook deel uitmaken van een bredere problematiek. Dat wil zeggen dat ze geheugentaken moet doen. Maar ook taken die gericht zijn op taalonderzoek, taken gericht op aandacht, concentratie. Complexe hersenfuncties zoals plannen, structuur aanbrengen. Ja. Zullen we het nog een keer proberen? Ja. Komen ze. K, Roem, Snor, Rek. Dat weet ik niet meer. Nee, het is op. Het is op, ja. Die resultaten die vergelijken wij met vrouwen van haar leeftijd en haar opleidingsniveau. En op basis daarvan kunnen wij dan zeggen van, hey, is er iets aan de hand? Is het normale veroudering of kan dit wijzen op eventueel vormen van dementie? Kunt u ons vertellen waarom u naar ons gestuurd bent? Nou, ik kan het slecht onthouden. Dementie is niet alleen korte termijn geheugenklachten. Er moet sprake zijn dat er meer zaken niet goed gaan. En daarbij kan je denken aan dat de planning niet goed gaat. Dat iemand niet meer goed kan autorijden. Maar soms komt het ook voor dat iemand regelmatig valt als uiting van dementering. Dus het is een diversiteit aan klachten en niet alleen korte termijn geheugenklachten. Heeft u wel eens wat aan uw vrouw gemerkt toen zij viel? Zag u iets? Nee, helemaal niks? Niks. Nee. Ik zie elke dag wat er aan de hand is en het wordt alleen maar erger en niet eerder. En dan samen fietsen. Een elektrisch fiets gekocht. Nou, vanaf november niet meer gefietst. Er is er niet meer. Het wordt echt beperkt alles. Maar juist mensen waarvan je zegt, er zijn wel al beginnende klachten, maar ze zijn nog niet dement. Nou, dan kunnen we ze allerlei strategieën aanreiken, waardoor ze hun klachten beter kunnen hanteren. Het is niet alleen maar om de loep te leggen op wat fout gaat, maar juist ook van, hey, wat gaat er nou wel goed? Wat kunnen we eventueel met behandeling en begeleiding nog doen? Als u terugkijkt, de geheugenklachten, hoe lang speelt dat al? Dat is misschien wel een jaar of vier geleden. Nou, ik was bij een toneelclub en op een gegeven ogenblik, ik kon niks meer onthouden. Dan ben ik in de 40 jaar bij geweest, dus dat was zo in één keer afgelopen. U was van uzelf gewend dat u die teksten goed kon onthouden, natuurlijk. Ja. En dat ging niet meer? Dat ging niet meer, nee. En dan gaan we even op de gang kijken hoe het lopen gaat. We hebben een vrijstaand huis met een tuin. En als het buiten niet meer kan, ja, dan... En zij kan naar binnen niet meer, dan houdt het op. De diagnose dementie betekent niet meteen dat je niks meer kan. Dat is echt het eindstadium. En in dat voorstadium zijn er nog heel veel mogelijkheden die je zelf kan doen. Het is niet zo dat je niets meer kan leren en dat je niets meer kan. Alleen, er zullen handicaps in de loop der tijd optreden. Heeft u problemen met het vinden van de weg buitenshuis?
Nee. Nou, als ik dus bijvoorbeeld thuis kom en ik leg mijn portemonnee ergens neer waar die normaal niet ligt. Nou, zoek ik, ik weet niet wat, want dan kan ik hem echt niet meer vinden, hoor. Ik wilde wat vragen stellen over uw algemene gezondheid. Voelt u zich moe? Ja. Wat heb je aan een diagnose? Begrip? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar dat heeft tevens tot gevolg ook veel onbegrip. De omgeving begrijpt het niet altijd. Er komt steeds meer op de schouders van de mantelzorger terecht. Terwijl we dus wel steun zowel voor de patiënt kunnen leveren als voor de mantelzorger. Iedere dag dan denk ik, nou, morgen doe ik dit, morgen doe ik dat. Maar nee, dat komt gewoon niet. Nee. Op dit moment kunnen wij dementie niet genezen. Dus we kunnen alleen ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk gewaarborgd blijft. En dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.